komend weekend is het Halloween en ik heb een Halloween feestje. De outfit heb ik al, nu de look dus nog, de make-up look. Ik heb wat dingetjes online besteld en die ga ik voor het eerst gebruiken vandaag met jullie. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit gaat pakken. Ik zal het laten zien. Ik heb nepbloed gekocht. Liquid latex. Hiermee kun je heel mooi wondjes creëren of littekens en dat soort dingetjes. Een basis witte make-up. Om lekker lijkwit te lijken. Zijn. En dit palet van Makeup Revolution. Oh, ik moet even goed laten zien. Met allemaal aderen, bruises, blauwe plekken dus, bloed. Nou ja, scary shit. Laten we beginnen. Ik koop echt altijd dingetjes waarvan ik denk op een dag heb ik ze nodig. Nou, dit is ook zoiets. Dit is een plastic ritje en je kan hem ook zo dichtmaken. Volgens mij is het iets grappigs voor op je schoen of zo. Ik heb geen idee. Hij kan dus ook open, maar het weegt niks. Dus het leek me een ontzettend leuk idee om hier iets mee op mijn gezicht te doen. Laten we beginnen met de witte make-up die ik heb gekocht. Ghost Foundation heet het. Ik had bedacht om dit aan te brengen met mijn beauty blender. Het gaat nog wel even duren. Op zich wil ik niet dat het helemaal dekkend wordt. Want ik vind het juist leuker als je nog een beetje huid er doorheen kan zien. Vergeten. Kijk, het zijn natuurlijk producten die je niet heel vaak gebruikt. Althans, ik ben niet van de goh, laat ik me eens leuk opmaken op zaterdagavond. Ik ga vandaag als spook. Dus, dan zeg ik heel eerlijk, wil ik er ook niet te veel aan uitgeven. De witte make-up ziet erop. Het ziet er een beetje blauwig uit, maar ik ben nog steeds vol goede moed. Ik ga de oneffenheden op mijn gezicht nu nog even wegwerken, want je ziet nu echt al die rode plekjes extra goed. Daarvoor gebruik ik dit palet en dan kan ik de meest grauwe kleur eindelijk weer een keer gebruiken. Het is grappig, dit is normaal echt een ontzettend witte kleur op mijn huid. En nu is het gewoon bijna geel, maar dat maakt niet uit. Ik ga daar nog een keer overheen met de Ghost Foundation. Nou, ik weet niet of het aan deze foundation ligt, maar mijn gezicht wordt er niet echt heel erg veel mooier van. Je ziet de laag best wel zitten, maar ik hoop dat het strakjes met de poeder en de uiteindelijke make-up er een stuk beter uit zal zien. Normaal contour ik mijn gezicht altijd met poeders, maar nu heb ik dit palet van Makeup Revolution. En daar zitten allerlei kleuren in en ik zal eventjes voor je kijken hoe ze heten. Skin Drama, klinkt sexy. Bruise and Black Eye, oké. Fresh Blood, Veins and Discoloration. En Aged Blood, dus we hebben vers en oud bloed. Nou, dat is fijn. Om te beginnen wilde ik eigenlijk gewoon gaan contouren, die zit er namelijk ook bij. Dat is deze bruine kleur. En ik gebruik daar eigenlijk gewoon een platte foundation kwast voor. En ik ga maar gewoon kijken hoe dat werkt. Ik vind het echt zo wennen, die liquid make-up producten. Wat ik hier heel erg mooi aan vind, is dat het echt een grijzige bruin is. Dus het contourt echt als een malle. En het is niet te bruin. Dus het lijkt niet alsof je een verkeerde rouge toch maar stiekem hebt gebruikt. Nogmaals, ik werk nooit met liquid contour. Dus het is voor mij ook weer even een uitdaging. Maar volgens mij des te leuker. Tenminste, ik vind het altijd leuk om te doen met jullie. Mag er wel een skelet zijn straks, maar ik wil geen onderkin. Doe er ook een beetje zwart bij. Eens kijken wat er dan gebeurt. Oh. Nog iets meer zwart.
Dat is grappig, want als ik dan begin met mijn opmaken, of met dit schmink is het meer, dan denk je, oh, zwart is best wel heftig. Maar als je bezig bent en je wil extreem laten lijken, dan is het eigenlijk helemaal niet zo heftig, dat zwart en wit. Zoals je ziet heb ik best wel een heftige kin, dus die benadruk ik door hier eigenlijk gewoon echt mijn eigen bot te volgen. En zodoende ook daar dus dat wat je niet ziet, dus wat geen bot is, dat moet donker worden. Pak ik nu een wat kleiner kwastje. Ga ik wat meer de details verwerken. Ik denk misschien dat dit toch beter is met eyeliner, maar ik ga het proberen. Pak even een kleiner kwastje om de details mee aan te brengen. Ik hoop dat het zo lukt. Dit kwastje is dus ook nog steeds te dik. Ik heb nu dus echt een eyeliner kwastje gepakt. Eens kijken hoe dat werkt. Nou, ik ben niet heel erg tevreden over mijn neus. Dus ik denk dat ik gewoon, net als bij contouren in het echt, hem gewoon bij gaan werken. Fuck. Mislukt. Nou, weet je wat ik doe? Ik maak er gewoon een schaduwfeestje van. Nou, welcome to real life. Dus, wat ik doe, ik heb het een soort van weggeveegd. En ik maak nu met de kwast waar nog een restje zwart op zat, maak ik nu ook mijn neus meteen wat smaller. En ik ga dat ook hier doen. Dus die neus is zeg maar mislukt, maar daar vinden we straks wel een manier op. Ja, het is altijd best wel naar, want eigenlijk als je dus jezelf een skelet maakt, moet je dus denken, oké, als al mijn vlees eraf zou vallen, waar zou het dan donker worden? Nou ja, hier dus. Kijk, ik ga natuurlijk voor de skeletlook, maar ik wil er ook ondertussen wel een beetje mooi uitzien. Dus ik ga mijn wenkbrauwen bijtekenen met de kleur die ik vroeger gebruikte, die heel donker is, ebony. En dat is eigenlijk een beetje een zwart-bruine kleur. En dat mag natuurlijk best wel wat extravaganter dan ik normaal zou doen. Ik gebruik hiervoor een wenkbrauwborsteltje, zoals ik het normaal ook zou doen. Ik was vergeten dat ik er onlangs een beetje olie in heb gedaan, dus het is nu echt onwijs vloeibaar. Sorry mensen. Dit is eigenlijk meer een bloeperfilmpje aan het worden. Nou, de wenkbrauwen zitten erop. Dan wil ik het nog wat meer door laten lopen. Maak ik dit nog wat heftiger zwart. Nou, lijkt het me wel leuk om in plaats van alleen maar met zwart en wit te werken, om ook een klein beetje bruises aan te brengen. Dat doe je dus met de groene kleur. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Het leek me wel handig om dat rondom de wallen te doen. Dat is zeg maar ook een beetje toch de kleur die je wallen hebben, denk ik. Als het echt slecht met je gaat. Ja, het is een beetje... Ik doe er nog een beetje blauwe plek door, want ik vind dit iets te groen. Oh ja, dit is wel echt heel nasty. En dan denk ik voor wat extra schaduw dat hier nog wel... Zelfs een beetje nog zwart mag. En een echte goede blauwe plek heeft natuurlijk ook wel een beetje dat je het bloed er doorheen ziet. Dus ik mix een beetje van fresh blood en dried blood. Geen idee. Vergeleken met de rest vind ik dat die wangen nog wel ietsjes heftiger mogen. Dus ik ga er nog een klein beetje met zwart. Even zo. En ik pak ook nog een beetje blauw bruise. Blauw bruise. Je snapt wat ik bedoel. Maken we die lijn extra scherp door er nog een keer met wit langs te gaan. Zeg maar baking zonder dat je het eraf haalt. Mijn oogleden ga ik hiermee ook zwart maken. Want ik wil een hele donkere look. En dat kan ik ook met oogschaduw doen. Maar ik denk dat dit dekkender is. En dan kan ik er altijd nog met een oogschaduw overheen. Want ik vind het niet lekker dat het dan de hele dag zo plakt. Dus dat moet ik wel even... Ik doe het inderdaad niet zo netjes. Maar dat komt straks wel weer goed.
Je ziet ook al in de creases al die witte make-up zitten. Dan ga ik hier verder met de blauwe Bruised, blauwe plek. Hier nog een klein beetje. Ik heb nooit echt ontzettend blauwe ogen gehad volgens mij. Want dan zou ik wel een beetje weten waar de kleurtjes zitten. En ter informatie, dat hoef ik ook niet. Ik hoef dus ook niet alsnog te weten. Niet dat je de verleiding voelt om alsnog een blauw oog te slaan ofzo. Anyway, hier gooi ik dus nog wat blauw op. Blauwe plek. Beetje rood. Voel me een beetje klolletje hier. Klolletje daar. Maar ja. Weet je, moet wel dood lijken. Opeens heb ik een helder moment. Ik heb de rits opengemaakt. En misschien is het wel heel tof om hem op een of andere manier zo te bevestigen. Dus het handige is dat ik denk ik wat opgehoopte huid hier creëer, zodat hij ergens op kan leunen. Daarvoor ga ik werken met de liquid latex. Ik heb dit dus nog nooit gebruikt, liquid latex. En ik heb het al op het puntje van een kwastje gedaan. En ik ga het aanbrengen. Ik heb geen idee hoor. Het prikt eigenlijk best wel op mijn huid. Dat had ik ook gelezen bij meerdere mensen, dat het best wel prikte. En dat het daarna wel weer goed kwam. Er staat namelijk ook op de verpakking dat je er allergisch voor kan zijn. Dus als je dit gaat proberen, als je dit gaat gebruiken, moet je het dus wel even testen van tevoren. Ik voel me dus best wel een idioot dat ik het zo aanbreng, want volgens mij zijn er makkelijkere manieren, maar... Oké, nou, er staat dus ook in de gebruiksaanwijzing dat je het kan laten opdrogen en dan op kan bouwen. Oké, even meten of het een beetje... Volgens mij moet het nog ietsjes verder. Nu langs de bovenkant. Het moet toch op een makkelijkere manier aan te brengen zijn. Maar ja. Ik ben ook geen griemexpert. We gaan gewoon door. Het prikt echt enorm in mijn ogen. Zoals je mijn traanogen misschien kunt zien. Het latex droogt vrij snel. Het ziet er ook heel ranzig uit. Maar ja, dat is alleen maar goed. Ik las een paar recensies online, dus dat het heel erg stonk. Nou ja, het slaat ze op mijn ogen. Ik moet zeggen, de stank vind ik echt wel meevallen. Ik had het echt heel heftig verwacht. En nou ja, ik ruik echt, nou ja, ik ruik wel wat. Maar het is nou niet dat ik denk, oh my god, hoe vreselijk is dit. Nou lijkt het me een goed idee om de rits... De achterkant van de rit. In te smeren met wimperlijm. Lijkt mij dat het dan wel redelijk zal blijven zitten. Want ook omdat het dus langs mijn mond is. Dat ik nog niet helemaal over nagedacht. Je beweegt natuurlijk door. Als je ziet of ik nu op praat. Laat staan als er mensen om me heen zijn op een feestje. Oeh, spannend. Ik heb de rits hier. Ik heb hem een klein beetje ingesmeerd met wimperlijm. Zo doen. Anders kan ik niet meer praten. Hallo. Het gaat niet heel soepel. Ik denk dat ik zo heel lang moet zitten totdat het droog is. Daar waar mijn gezicht dus in deukt, zeg maar zoals hier. Daar blijft hij niet goed op mijn huid zitten. Wil ik daar wat meer litteken opbouwen. In de hoop dat het dan zeg maar goed blijft zitten. Op zich als er een rit in je lichaam wordt gezet. Zitten er toch best wel littekentjes denk ik. Dus. Fijn voor jullie dat ik dit allemaal kan doorspoelen. Oké, ik laat het nou even opdrogen. Mijn ogen ga ik opmaken met dit nieuwe palet, Down to Earth, van The Body Shop. En daarvoor ga ik met name die donkere kleur natuurlijk gebruiken.
Ik had het net al zwart gemaakt natuurlijk met die, contourpalet. Dus dat pakt heel goed, want het blijft een beetje kleven. Het is een beetje een goede make-up basis, so to speak. Met deze kleur ga ik dan nog wat accentjes aanbrengen. Het is de inner donkerste en die is ook een beetje, ja, er zit zeg maar een beetje een aubergine tint in. Dat kleurt dus mooi bij die bruise. En het heeft ook een beetje een shimmer, zoals je kan zien. De pigmentatie van dit palet is echt geweldig, want je ziet het, het is een hele strakke lijn. En normaal wil je natuurlijk mooi blenden, maar dat wil ik nu niet. Ik wil juist dat het die strakke lijn creëert, dus alsof je echt van die dode ogen hebt. Dan gebruik ik een zeegroen, wat is het? Eyeliner. Dan breng ik deze wimpers aan. Ook aan de onderkant ga ik wimpers aanbrengen. Oké, de ogen zijn inmiddels af. Ik ga nu de mond inkleuren, want ja, het lijkt zo wel droog. De binnenkant ga ik sowieso rood maken. En dan denk ik maar rood van vers bloed. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dat latex, dat verft dus heel makkelijk mee. Toch ook nog wel een klein beetje met de opgedroogd bloedkleur erdoor. Nu wordt het tijd voor een kleiner kwastje, want het wordt wel een beetje priegelwerk. Lijkt me denk ik goed om dat littekenweefsel dan Skin Trauma, zoals de kleur mooi heet, te geven. Oh ja, het ziet er echt heel ranzig uit. Oké, Skin Trauma is there. Ik gooi er ook nog een klein beetje blauwe plek doorheen. Gemengd met Skin Trauma. Dat zijn wel mooie woordkeuzes, hè? Door dat blauwe geeft het wel wat meer diepte. Vind ik zelf. Ik vind dat die mond toch een beetje rood is. En dat er nog wel wat meer diepte bij kan. Dus ik heb besloten om nog een beetje hier in de hoeken ook wat meer zwart toe te voegen. Kijk, ik ben natuurlijk altijd van het heel keurig verdelen en zo. Maar volgens mij met smink moet je het ook maar gewoon een beetje doen. Wat bloedvlekken natuurlijk op de... Om wat meer diepte te creëren heb ik wat meer donkere en zwarte en verschillende kleuren rood op de rits aangebracht. Ik vond hem anders zo wit. Tot slot ga ik de boel nog een beetje... afpoederen met een transparante poeder. Gewoon ja, om het wat matter te maken. En ja, ook wat highlighter. De neus vond ik niet zo heel erg mooi. Hij glimt nogal, dus ik doe er nog even een klein beetje gewoon een hele zwarte oogschaduw op. In de hoop dat hij dan wat minder gaat glimmen. Het ziet er best wel ranzig uit. Maar goed. Sowieso niet echt een lekker bekkie vandaag. Gesprongen aders lijken me ook nog wel leuk. Daarvoor zit deze kleur in het palet. Misschien valt het wel heel erg tegen, maar ik ga het gewoon even proberen.